waterschap de Dommel zijn we veel bezig met beekherstel. In het verleden zijn heel veel beken recht getrokken. Is het natuurlijke eruit gehaald. Een effect hiervan is dat het water veel te snel wegloopt. En tegenwoordig willen wij de beken weer in natuurlijke staat herstellen. Dat doen we onder andere door ze te laten meanderen. Maar ook door bijvoorbeeld zand in te brengen, waardoor de beek verondiept. En wat je dan zou kunnen doen, is dat je langs heel de beek zand in de beek gooit. Maar wij leggen op bepaalde plekken leggen we hoopjes zand neer. En de beek gaat die dan natuurlijk op een natuurlijke wijze verspreiden door heel de beek. Dus we laten eigenlijk de beek het werk voor ons doen. Ja, het voordeel van die zandspleetsen is dat we niet overal bij de beek hoeven te zijn. Maar natuurlijk moeten we wel op sommige plekken bij de beek komen om het zand in de beek te leggen. Dus nu hebben we bij de Zeelberg een paar paden vrijgemaakt, dus de kleine boompjes gekapt, zodat we bij de beek kunnen komen om het zand in te brengen. Na een paar jaar zijn we klaar met het zand inbrengen, want we gaan dit nog een paar keer doen waarschijnlijk, een beetje afhankelijk van hoe het gaat. En dan mag hier het bos gewoon weer teruggroeien, dus dit groeit automatisch vanzelf gewoon weer terug en de natuur krijgt hier weer de ruimte. Wij leggen dus ook houtpakketten in de beek, naast de zandspleetsie. Dat zijn eigenlijk boomstammen die wij in de beek leggen als een soort natuurlijke dammetjes. En die zorgen er ook voor dat het water opgestuurd wordt en dat het water langer in het gebied blijft. Tongreep is ook een beek die in het verleden op sommige plekken recht is getrokken. Dus verderop gaan we ook een stukje beekherstel uitvoeren. Dan gaan we de beek weer laten hermeanderen, dus laten meanderen op de manier zoals het vroeger gebeurde. Maar door verschillende andere maatregelen, zoals het toevoegen van zand en het aanbrengen van houtpakketten, zorgen we er ook voor dat het allemaal een stuk natter wordt in het gebied. Wat wij doen is dat we het heel goed monitoren, dus we brengen het zand in, maar we meten ook heel veel. Dus om de zoveel tijd gaan wij de beekbodem op verschillende plekken meten. En doordat we dat meten, kunnen we eigenlijk goed zien wat het effect is van onze maatregelen. Komt die bodem inderdaad omhoog? Moeten we bijsturen? Moet er iets meer zand bij? Moet er minder zand bij? Dus op die manier houden we het heel goed in de gaten.